Goeiedag mensen, vandaag is het dan zover. Wordt het een jongetje of een meisje wat we krijgen? Kijk, versiering is al begonnen. Nog niet helemaal klaar. Kijk, hier en daar wat slingers. Hier en daar wat rommel wat opgeruimd moet worden. Wordt het een jongen of een meisje? Manon is net terug van de echo. Pauline, haar zus, is meegegaan. En die weet wat het geslacht is van het kindje. Maar voor ons is het nog een verrassing tot vanavond. Ik kan niet wachten, dus ik heb mijn dag gewoon volgepland, zodat de tijd snel gaat. Te beginnen, nieuwe schoenen uitkiezen bij Mason Garments. Dat is dus wat we gaan doen. Manon heeft veel zenuwen, ze zal meegaan, maar gaat ze niet doen. Ze gaat lekkere dingen maken, zoals boyo, noem maar op. Ik zeg je eerlijk, haar boyo is lekker. Heeft van mijn moeder geleerd. Dus wordt feest vandaag. Lekker eten. En gezelligheid met familie en vrienden. Voordat we gaan natuurlijk even mijn oudje zien. Die jacka kennen jullie vast nog wel. Van de Zara. Trui is van Shiba Clothing. Cap is van 94. Braka van D2. En mijn Mason Garment patas. Ze zijn nog steeds wit, hè. Ze moeten ook wit blijven. We gaan nu richting Amsterdam. Mason Garments. En dan zien we later verder. Jezus. Ik ben heel snel van t-shirt naar trui en jas gegaan. Inmiddels 10 graden kouder hier in Nederland. Hoofdpijn. Het scheelt dat het zonnetje nog een beetje schijnt, want net was er een foute boel. Het regende hard. We hebben zo'n mensen, ik weet niet hoeveel mensen, maar we hebben veel mensen uitgenodigd. Het is alleen in huis. Gaat niet passen. Dus als het mooi weer blijft, zonnig. Dan kunnen we ook gewoon de achterdeur openmaken. Kunnen mensen ook in de tuin. Het zou beter zijn. Hey, kijk waar we nu zitten. We zitten bij de headquarter van Mason Garments. Ik heb een nieuwe patas uitgekozen. Check deze. Ze zijn fris, hè? Kijk hier op die wand, aan die wand. Nog meer kees. Check de site van Mason Garments. Want het is alleen maar vuur, alleen maar toffe dingen. Dus gewoon kijken. Ik mag nog een special drop laten zien. Wat vanaf vandaag verkrijgbaar is op de site. Echt toffe dingen. Deze wordt gewoon vernoemd naar de Dwayne Pata. Ik vind hem ook echt tof. Allemaal verschillende kleuren, verschillende modellen. Dus check it out. Mason Garments, de website. Jetzo. Zie ik hem ook Paul even filmen. Ja, we zijn klaar hier hoor. Ik heb die patas meteen aangetrokken. Kijk hierachter, 3 dozen. 1 voor mij, 1 voor Manon. En een cadeautje voor mijn oom. Jetzo. Ik kan niet genoeg schoenen hebben. Ik blijf het maar zeggen. Ik heb het voor mijn moeder, 100%. Mijn moeder had ook altijd veel schoenen. En ze was ook zuinig op haar schoenen. Precies zo ben ik. 2. Hey! Geen schoenen voor jou, hè? Jij bent niet meegegaan, dus je moet zelf gaan. Ja, ik heb al langer dan vandaag, hoor. Zomaar. Paul, als je eens kijkt. Ik heb je snap toch al gezien. Grappig. Waar zijn ze? Naaper. Gaat ze er zelf in nemen. Echt een naaper. Het is heel klein, het is schattig. Echt een naaper. Vorige keer ook al. Oh, zo stoer. Die kleur is gruwelijk. Ook bij mijn jas en bij mijn tas. Goed hoor. Oh, thanks. Thanks Mason Garments. Ja. En niet alleen Paul, hè. Ook ja, Randy en Mitchell. Paul, Randy en Mitchell. De boys. Echt heel erg blij. Ja. Mooi kleurtje voor de mensen. Wat is dat hier? Ja, ze is gewoon stiekem. Stiekem zwaardag. Ik ben echt heel blij mee. En het is bijna zover, hè. Manon is nog druk bezig met de box. Hierin komen ballonnetjes. Roze of blauw. Pauline gaat het zo meteen fixen. Moeten wij hem open trekken. En de kleur die eruit komt. Roos, meisje, blauw jongetje. Vanzelfsprekend. Dat is nog even spannend. Over zo'n 2 uurtjes komen de gasten. En we hebben gezegd, kom op tijd. We gaan niet wachten. Wij kunnen al niet wachten om te weten wat het is. Dus het heeft wel lang genoeg geduurd. Ja? Of niet? Je ziet er mooi uit. Hè? Je ziet er mooi uit. Ja, weet ik. Ik ga zo even... Zelf klaarmaken. Ja, zelf klaarmaken. Ik wil nog wel even iets laten zien.
cadeautje van Manon die ik heb gekregen. Had ik net opgehaald. Nieuw parfum van Tom Ford. Ik hier. Hij is lekker, man. Ik kom erachter dat het eigenlijk gewoon een damesluchtje is, damesparfum. Maar die verkopen zij ook. Hij wordt meer verkocht aan mannen dan aan vrouwen. Dus ja, maar ik vind hem lekker. Tom Ford Black Orchid. Jette. Ik word een drukte. Bijna iedereen is er al. En de lekkere dingen staan hier. Natuurlijk sta ik bij het eten. Standaard. Ik ben benieuwd, bijna. Huh? Kenzo chillt hem naar boven. Het is voor hem te druk. Het is bijna zover, hoor. Ten eerste willen wij jullie allemaal bedanken dat jullie hier willen zijn, konden en willen zijn. Jullie zijn allemaal op elk moment, of op elk moment, ieder op zijn eigen manier belangrijk voor ons. Dus daarom waarderen we het echt dat jullie hier zijn. En één vraag van ons, met foto's maken, filmen mag, alleen het liefst nog niet delen. Nee. Dat niet het geslacht, maken. Zeg maar. Yes. Oh. Ja. Dus dat was het eigenlijk. Team Roos hier. Ik zie dat mijn team wat groter is. Maar ik wil even erbij zeggen, ik sta hier, ik hoor in Team Roos, maar Eli zegt dat het een jongetje is. En zoals ik zei, het is een meisje geworden. En wat zijn ze ook weer? Ja, mooie mannen krijgen dochters. Mooie mannen krijgen dochters. Drie dochters. Een lekkere taart, die zien al gemaakt. Mooi mop was er ook weer. Meisje. Ja, ik zei het toch? Ja. Thanks, thanks. Lekker hoor. Tijd om de taart aan te snijden. Lekker hoor. He or she? Het is een she. En dit was het dan weer. Het is uiteindelijk een meisje geworden. En ik mag alvast een shot kunnen gaan kopen. Voor wanneer ze groter is. Want lastige boys moeten wegblijven. Dat is één ding waar ik me wel alvast zorgen om ga moeten maken. Maar voorlopig komt dat nog niet aan bod. Dus nu nog even tranquilo. Kijk, het meeste is al opgeruimd. Ik weet zeker, over een paar weken ga ik nog snippers vinden. Roze snippers. Het meeste is opgeruimd. Morgen gaan we verder opruimen. Dus we zijn blij dat we het uiteindelijk en eindelijk weten wat het hoort. Dus we kunnen ook gericht gaan shoppen. Kinderwagen, noem maar op. Dus nu gaat het echt beginnen. Als
Ik ga alvast de vlog afsluiten. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. Team Dwayne heeft dus gewonnen. Aha, je hebt het toch. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video weer. Ciao, ciao. Alles hier is